Loi TV samen met TRW, uw intermodale partner, Rolate Weight in Motion en Albatros Printing, Port of Antwerp, Ritmo en BNC Group. De Elie Musk, 397 meter lang, arriveert aan de terminal in Zeebrugge, een primeur. De reus is trouwens zowat 40 meter langer dan de Costco Asia, enkele weken eerder te gast in Antwerpen. Maar Zeebrugge blijft bescheiden. We triomferen nog, ja, wij triomferen ook vandaag, maar niet met de mindere capaciteiten van andere havens, waar dan ook ter wereld. Wij kijken naar onszelf. Een opbod, ja, de haven is gebouwd voor dergelijke schepen. Dus wij verwachten ook dat ze effectief komen. En ja, wat vandaag gebeurt is maar het logisch voortvloeisel van heel ons beleid van de voorbije decennia. Met de ontvangst van het grootste containerschip ooit bewijst de Gateway to Europe meteen dat het de grote containerreuzen kan ontvangen. Een megatroef, ook al omdat containertrafiek booming business is. En dit zal ongetwijfeld nog een hele tijd zo blijven. Het ligt in de lijn de verwachting dat ook in de toekomst dit soort grote schepen Zeebrugge zullen gaan aandoen. Als een nieuwe Gateway to Europe, wat nodig is omdat elke 10 jaar de containerstroom verdubbelt. Dus er moet genoeg capaciteit zijn en we zijn heel blij dat Zeebrugge hier is om daarin te voorzien. De Elie Musk is gebouwd op de eigen scheepswerf van de AP Møller Mærsk Group in Denemarken. Het schip is uitgerust met de modernste technologie, ook op het vlak van energiegebruik en duurzaamheid. Innovaties zijn onder andere een hele gladde romp, een speciale siliconen romp, waardoor het schip extra makkelijk door het water glijdt en ook algen geen kans krijgen om aan te groeien. Dus dat kost steeds minder energie om dat schip te kunnen laten varen. De Elie Musk is goed voor een capaciteit van liefst 11.000 te aanbeladen containers. Cijfers die duidelijk indruk maakten, ook op de Vlaamse minister-president Chris Peeters die even mocht meevaren. Hij noemde de komst van de containerreus een nieuwe mijlpaal voor de Vlaamse havens. Onze Vlaamse havens beschikken momenteel over het benijdingswaardige voordeel voldoende mensen hen havencapaciteit te kunnen aanbieden om deze schepen en hun lading te ontvangen en in een recordtempo te lossen en te laden. Ook hier positioneren we ons onmiskenbaar in een unieke pole position. Voorlopig blijft de komst van de Elie Musk evenwel een eenmalige gebeurtenis. Nog een metertje meer gegarandeerde diepgang zou de zaak kunnen veranderen. Op dit moment wordt gewerkt met een streefdiepte. En wij zouden als reder uiteraard liever een gegarandeerde diepte zien, in dit geval van 16 meter. Daarmee zou in elk geval kunnen schepen zoals dit ook in deze haven varen. En we zijn niet de enige partij in de wereld die dit soort schepen bouwt en exporteert. Grotere schepen meer diepgang en zo zullen de Vlaamse havens moeten blijven verdiepen. Al bewijst de ontvangst van de Elie Musk toch vooral dat Zeebrugge meer dan ooit springlevend is. De aanloop van de Elie bewijst dat een haven die nog maar pas haar 100ste verjaardag mocht vieren, niet achteruit kijkt, maar blaakt van vertrouwen en resolute toekomst voorbereidt. En het was allemaal Zeebrugge dat de klok sloeg. Enkele dagen al na de komst van de Elie Musk vertrok van op de Zweedse kaai de Friedrich Rus van Transfenica. Transfenica zelf is een onderdeel van de Spriethoff-groep met een vloot van 55 schepen, een van de grootste Nederlandse scheepvaartbedrijven. De Friedrich Rus zal samen met zusterschip Elisabeth Rus instaan voor een lijndienst tussen Zeebrugge en Bilbao. De schepen hebben een capaciteit van 108 trailers. Ze halen een snelheid van 20 knopen of 32 km per uur, zodat een enkele reis slechts 38 uur duurt. Er zijn 3 afvaarten per week in beide richtingen en op deze manier zal de lijn honderden vrachtwagens van de nu al overvolle Franse wegen halen. Omdat in het weekend wordt gevaren, wordt ook het zondagse rijverbod in Frankrijk omzeild. Kortom, de lijndienst Zeebrugge-Bilbao-Zeebrugge is veiliger, goedkoper, betrouwbaarder en milieuvriendelijker dan het klassieke transport over de weg, zo beklemtoont Transfenica. De haven, dat is een kunstwerk op zich, hoor je wel eens beweren. Wie daarvan nog niet overtuigd is, moet maar even gaan kuieren in het Eugène van Miegen Museum. In deze tentoonstelling met een 100-tal werken van een 25-tal verschillende kunstenaars zijn dus werken te zien over de Antwerpse haven. Met natuurlijk vooral aandacht aan Eugène van Miegem, maar ook door die 24 andere kunstenaars krijg je een tijdsbeeld eigenlijk over de evolutie van de Antwerpse haven van de 19e, 20e, 21e eeuw.
We hebben eigenlijk beroep mogen doen op 1 of 2 grote Antwerpse privéverzamelingen om werken te tonen die anders nooit naar buiten komen. Dus dat is eigenlijk wel voor veel mensen een heel grote ontdekking. Water, boten en schepen, de kracht van mensen en van kranen. De transpiratie heeft altijd voor heel wat inspiratie gezorgd, tot vandaag de dag. Dus het is blijkbaar universeel dat de kunstenaar zich enorm aangesproken voelt door dat cosmopolitische havengebeuren met dat reilen en zeilen en met die schepen die aankomen en vertrekken. De Antwerpse haven en haar kunstenaars nog tot 21 oktober in het Eugène van Miegen Museum. Een aanrader.